Hoi Steenbok, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor de likes, de reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee? Klik even op de button, het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes gratis en snel te zien krijgen. Het helpt mijn kanaal in ieder geval. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde natuurlijk. Steenbok, je bent het tiende teken van de dierenriem, wordt geregeerd door de strenge planeet Saturnus. En Saturnus houdt van orde en structuur. En Saturnus houdt er niet van als er allerlei chaotische dingen gebeuren. We gaan even kijken, Steenbok, wat dat voor jou betekent. Het is een algemene reading, kan niet met iedereen resoneren. Mocht het niet met je resoneren, gooi het gewoon weg en kijk even verder. Dan hebben we ook nog de personal readings face-to-face, als je daar behoefte aan hebt. Een persoonlijke reading is toch iets anders dan een algemene reading. Of als je een persoonlijke horoscoop wil laten maken. Een blauwdruk van je karakter. En natuurlijk de cursussen in het najaar. De cursus online, tarot, de cursus astrologie online en de cursus love yourself first online. Wil je daaraan meedoen? Laat het mij even weten via de mail. Oké, Steenbok Universum, de beste kaarten voor sterrenbeeld Steenbok tiende huis. Saturnus is de heerser. Oké. Ik zie dat er iets gebeurd is tussen jou en iemand anders, Steenbok. Een soort bump in the road. Ik zie niet helemaal een stop. Ik heb het idee dat het niet een definitieve stop voor eeuwig is, maar wel een bump in the road. En dat heeft te maken omdat je met iemand te maken hebt die eigenlijk niet doet wat jij wil. We weten allemaal dat de Steenbok graag controleert. En dat is eigenlijk een soort comfortzone van de Steenbok. Ik moet het allemaal in de hand houden, want dan weet ik waar ik aan toe ben. Want je bent natuurlijk een aardeteken. Alleen, je hebt te maken met iemand die zich totaal niet laat controleren. We hebben allemaal vrije wil in dit leven. Hè? Ieder mens is anders, maar jij denkt, ja, dat staat mij niet aan, want het moet gebeuren zoals ik het wil. En daar komt het probleem. Het probleem ontstaat eigenlijk als wij dingen niet go with the flow laten gaan, zoals ze gewoon gaan. Hè? Het leven heeft een natuurlijke flow. En als we daar proberen om daar de teugels in aan te trekken en nee, het moet gebeuren zoals ik het wil, want dan heb ik controle. Dat kan natuurlijk niet altijd. En ik denk dat je met iemand te maken hebt waarbij dat niet zo lukt. En dat brengt dan innerlijk conflict. Misschien heeft het ook wel te maken met de oude pijn. Hè? Dat je way, way back te maken hebt gehad met een bepaalde situatie. De Steenbok is natuurlijk ook de vader, hè? Vadertje tijd wordt hij genoemd. En het kan best zijn dat er bepaalde dingen door elkaar lopen op dit moment. Oude pijnen, deze situatie een beetje mixed tussen healen en verwerken en dan nog gewoon functioneren. Maar dit alles zorgt er eigenlijk voor, Steenbok, dat je niet in het hier en nu aanwezig bent. Dat je een beetje ronddwaalt in je hoofd en dat je toch je dingen doet, maar dat je niet helemaal present bent. En dat komt wel. Uiteindelijk komt dat wel weer goed. Want het moet eigenlijk allemaal nog een beetje neerdalen. Zodat het allemaal een plekje krijgt. Maar het heeft je eigenlijk heel veel lessen geleerd. Deze onderbreking van een bepaald contact. Of misschien ben je in conclave met iemand. Of werken dingen niet zo goed. Het zijn allemaal lessen van de controle van de Steenbok. Dat je leert door middel van deze chaos of pijnlijke situaties dat je niet altijd controle hebt. Dat het ook niet altijd nodig is dat jouw angstdenken denkt van ik moet controle hebben, want anders lopen de dingen uit de hand. Maar dat dat niet per se waar hoeft te zijn. Want als alles go with the flow en alles loopt zoals het loopt, dan zijn we in balans. Dan is het universum die daar zegt, het heeft mijn goedkeuring. Maar als jij zegt, nee, maar ik beslis universum, niet jij, dan wordt het een beetje moeilijk voor onszelf, wat problematisch. Omdat we namelijk dingen naar onze hand willen zetten uit angst.
En die angst heeft misschien helemaal niks te maken met deze situatie, maar alles te maken met situaties die al lang geleden gebeurd zijn. Het triggert jou misschien, raakt een beetje die oude wonden op, waardoor we ons oncomfortabel voelen. Maar dat is natuurlijk wat ik altijd al zeg in de lessen van Love Yourself First. Comfortabel worden met het oncomfortabele. Daar zit onze groei. Niet blijven zitten waar we zitten. Als ik dit allemaal dichtgemetseld heb, dan kan er niks veranderen. Niks kan naar binnen, niks kan naar buiten. En dan blijft het zoals het was. Maar we zijn hier op aarde om te evalueren, om te groeien. Om nieuwe stappen te zetten, om nieuwe werelden te ontdekken. En als we altijd maar vasthouden aan zoals wij denken dat het moet, en dat is vaak, zit er angst onder, dan regeert de angst over hoe jouw leven gaat. En we zijn hier om te groeien, wat ik al zei. Dus je openstellen voor andersdenkende, je openstellen voor andere werelden, voor mensen waar je niet zo 1, 2, 3 een klik mee hebt, omdat het niet in je comfortzone zit. En dan wordt het een uitdaging, want oh jee, nou raak ik in de war. Want nou heb ik hier te maken met iets wat ik niet weet. Wat moet ik nu doen? Hoe zit het nou eigenlijk? Ik ben confused. En maar straks, als alles weer een beetje geordend. Geordend is een leuk woord voor de steenbok. Als alles weer wat neergedaald wordt, dan zullen deze dingen zich weer settelen. Alleen wel met nieuwe ervaringen. Met nieuwe dingen die we geleerd hebben. En dan kun je ook weer vanuit harmonie verder. Maar nu zie ik een beetje confusion. Dingen zijn een beetje niet zoals jij dat graag zou willen. En dat is ook de bedoeling van het universum. Want ja, Steenbok, ik denk dat de les die jij moet leren is dat je eigenlijk geen controle hebt over de gang van het leven. En ook niet altijd over andere mensen. Dat ieder mens anders is en dat niet ieder mens de dingen doet zoals jij ze doet. En als iemand het niet doet zoals jij het zou doen, ook al is het misschien veel beter, misschien is het ook al veel sneller zoals jij het doet, dat je denkt, ja, wat zit die nou te doen? Want ik heb dit nou al 5 keer gezegd, maar iemand doet het toch. Dat is ook weer de les die die persoon moet leren. Dus je kunt niet iemand behoeden voor zijn eigen lessen die iemand moet leren. Dus je kunt er alleen maar zeggen, oké, ja, nou, doe het dan maar zoals jij denkt dat het doet. En dat je denkt van, oké, nou, het is niet mijn manier van hoe ik de dingen doe. Maar dan nog heeft het geen enkele zin om daar gefrustreerd over te raken. Want je bent niet verantwoordelijk voor iemand anders zijn leven. En vice versa. Dus iedereen hier komt om zijn eigen lessen te leren. Om eigen ervaringen op te doen. En dat werkt voor ons allemaal een stuk makkelijker. En zeker voor jouzelf, Steenbok, als je die dingen leert loslaten. Want je kunt het toch niet voorkomen. Dus het heeft geen enkele zin om met jezelf in die moeilijke gevoelens te gaan zitten. En uiteindelijk gaat het wel weer rustiger worden. Dus dat was jullie reading, Steenbok. Ik hoop dat je iets aan gehad hebt. En anders tot de volgende keer. Doei doei!